Dus Lars, wat zei jij over die Helpgate? Doet heel aan. We moeten Lars vermoorden boven de gate. Lars de geit. Om het te openen. Oh nee, ik ben zwart en ik moet mijn mededieren helpen. Wow. Ik heb een boot weggemaakt. Ik doe zulke racistische grappen. Maar dus moeten we naar aan de andere kant doen of kunnen we dat hier zo doen? Zo. Oh, jij mag wel rijden. Dank je. Oh, en dit is deel 3, deel 5. Omdat de recording de hele tijd kapot gaat. En dit is Lars, dit ben ik, Dragon Bob. En Lars de geit een olifantje in het bos, laat je mama toch maar los, want je gaat toch maar dood. En dus dat is heel fijn voor jou, want dan hebben andere mensen niet slag van. En dus dat doen ze het anders toch ook voor sport. Je gaat tegen de steen aan. Bijna. Je moet er om me heen. Nee. Oké. Je sneaky bastard. Nee. Oh, sneaky bastard. Nee. Dat was niet de bedoeling. Dat weet je ook wel. Het was bedoeld. Ik moet denken dat als ik naar die kant op ga, dan zal ik die kant op gaan. Als ik de andere kant op ga, dan dit. Want het is eigenlijk best wel tricky. Ik moet naar links gaan om naar rechts te gaan. En naar rechts gaan om naar links te gaan. Wat? Maar Lars, zometeen, als we weer terug zijn, dan gaan we die kisten kapot maken die we daar toen straks zagen. De kisten? Ja. Ik denk niet dat er iets in zit hoor. Oké. Kan jij dit? Nee, doe niet. Doe niet. Het is nu een vervelend geluid. Luister, we kunnen gewoon varen op dit ding. Misschien kan ik. Zit vast. Oh. Help. Oh, W doet het. Ja, oké. Na. Zit niet meer vast. En zie een blauwe guy. Ik ben weg. Heeft dit ook een turbo of zo? Nee. Waarom doe je dit? Omdat ik niet weten. Lars. Pak de resources. Een haai. Resources. Oeh, je kan de steel meemaken. Jij, want ik heb ze niet nodig. Ja, dank je. Dankjewel, Lars. Wat eten? Wat zei je? Wat eten? Ik heb geen eten. Oké. Okay. Wacht. Ik heb wel wat eten, wacht even. Mag ik zo meteen weer rijden? Ik wil zo meteen weer rijden. Ik zei al, nee, ik heb echt een eten nodig. Oh. Ik zei, ik heb wat eten gevonden. Oh. Oh, dan mag ja. Ik verstond het verkeerd. Die kant. Oh, ik verkeerde kant. Lars, ik ga je naar Woodtopia brengen. Woodtopia? Ja, als het niet die spont is, is het hier Woodtopia. Hier heb ik alle leaves en woodvunding gedaan. Nee. Utopia? Maar dus zie je hier zo achter dit hek, hier zo, zat ontiegelijk veel. Zometeen kan je wel terugkrijgen de video's, maar dus ontiegelijk veel, zoveel. Ik zie er raar uit, mijn helm. Ik kan er niet zo heen kijken, ik zie niks. Echt? Nee, ik zie wel wat, maar van mijn popje ziet niks. Oh, nee, is nooit. Zullen we je boot gewoon kapot? Nee, lammer. Dit is onze handelsboot. Het gaat iets ponden. Dus. Pak het. Wat? Dank je. Wat was het? Een besje.
Oké. Okay. Ga die besjes farmen. Die geven eigenlijk best wel veel eten. Oh, ik heb strawberries. En ik heb strawberries. Oh, kijk. Loot. Maar, oh. Ik zie een meteor. Ik zie een meteor. Zullen we als eerst terug naar de basis en die Hellgate openmaken? Oké. Zullen we, het schip gaat toch despawnen, dus het boeit ons niet. Ja. Oh, Apple. Hey Apple. Ik heb al appels. Hey Apple. Van de Ernoyen Orange. Lars. Ik wil ook wat. Ja, ik ga deze steen dan. Oh, dit is zoveel. Zullen we samen de middelste doen? Oké. We minen gewoon alles. Oh. Het zal lang duren. Die slak helpt ook niet echt. Waarom zijn deze paar slakken zo klein en die andere in mijn basis was echt te groot? Die core die geeft maar iets van 3 van de meteor rocks. Deze geeft 2. Nee, 1. Nou maar. Hebben we de core echt nodig? Ja, ik heb die core nodig. Het geeft alleen maar iets van 3 van deze, van die... Ja, ik heb er iets van 4 nodig. Ik geef er wel wat aan jou. En we kunnen de slakken doden van. Ja, we kunnen die slakken gewoon doden, ja. Als ik die slak kan raken... Hallo? Ben ik gebukt? Kan je stoppen met minen? Oh mijn god, ik ben gebukt. Wat wil hij doen? Hallo? Ik denk dat hij gewoon een iron pickaxe niet kan. Oh. Ik weet niet. Kan jij dan... Hier. Nog. Dank je. Ik heb er nog 2 nodig. Ik heb er nog 1 bij de basis. Oké. Dankjewel, Lars. Graag gedaan. Ik ben een goede vriend. Ja. En ik moet een betere vriend worden voor jou. Dat weet ik. Oh, ik kan een battle axe maken. Hier. Een battle axe? Ja, ik heb ook een battle axe. Wacht, ik kan zelf... als jij me nou 2 steel geeft, dan kan ik zelf... Wacht. Ik kan een steel pickaxe en ik kan een battle axe maken. Werken ze beide hetzelfde of niet? En hoe moet ik een iron maker maken? Iron maken? Ja, hoe doe ik dat? Wat heb ik daarvoor nodig? Een coin presser of een... Nee, je kan het gewoon craften. Je hebt gewoon 2 iron nodig. Rauw iron en 1... Wat is gebeurd? Nee. Ik zei toch dat ze die olifant gingen meenemen? Ik zei het toch! Gelukkig staan mijn betten nog. Hebben ze Lars? Ze hebben Lars punt 2. Nu moeten we punt 3 halen. Ja. Waar is de zadel? Zadel. Wacht even. Oh mijn god, ze hebben ook het kamp weer kapot gemaakt. Oh mijn god, ik heb niet eens genoeg logs. Heb je nog wat? Het vlees is ook weg. Ik heb gewoon 2 uien nodig. Alles is weg. Alles. Waarom deze dit? Ik had hier nog emeralds. Dus ik heb er nog 1. Lars, mag ik? Heb je nog 2 dingen voor mij? 2 meteorite voor mij? Of 1 bedoel ik? Ja, oké. Okay. Wacht. Zit mijn wood hier nog? Hoppa. Ik heb niks. Mag ik nog de andere?
Ik heb niks. Dank je. Ik geef wat. Ik heb echt niks. Dit, ik heb alles wat ik heb in mijn inventory. Weet je, ik moet nog gewoon vaker in mijn inventory relyen. Ik heb 2 iron nodig. Oh ja, ik ga vast, terwijl dat gebeurt, ga ik leaves pakken. Ja, als jij alvast de Lars pakt. Lars 3. Ik heb nog 1 emerald van de 16 die ik had. Ik had er 16 gevonden. Toen jij even weg was. Dus toen was ik dood. Of weet ik voor wat. Toen ben ik ze kwijtgeraakt of zo. Toen despawnden ze. Toen was ik ze boos. 1 en 2. Oké, ik kan het maken. Wow. Fuck. Ik ben dood. Nee, ik heb niet alle stro. Ik heb niet alle mind. Bed. Waarom zijn mensen zo toxic? Ik wil mijn spul gewoon. Ik zit in mijn huis. Hoe raak je mij? Ik moet 100 seconden wachten totdat ik weer kan respawnen. Zullen we stoppen? Nee. We gaan die Hellgate openmaken alsof het de laatste ding is wat we doen. Wij gaan als het nodig is naar de andere kant. Ik moet naar de andere kant juist. Want daar kunnen we ook gewoon een geit halen, omdat het eiland daarnaast een geit heeft, snap je? Geitsmon. Ja. Zo vervelend, die guy. Ik weet nu waar onze spullen zijn. Weet je, ik weet waar zijn basis is. Ik ga gewoon. Oh, Steel Mix. Ah, ik heb het gevonden. Steel Mix. Oh. Hij is weg. Wat een kut persoon. Hij is weg. Ik moet een bed. Plaats een bed in mijn huis. Weet je, ik ga ze totem kapot maken. Hij heeft kist kapot gemaakt. Hij heeft alles weer meegenomen. Hij heeft mijn goud. Waarom heeft hij hem nodig? Hij heeft alles meegenomen. Hij heeft mijn goud. Waarom heeft hij dat nodig? Weet ik veel. Meer zijn dat hij heeft letterlijk een... Weet je, hij zit daar zo... Weet je, zullen we hem... Hoe heette die guy? We kunnen slak ook... Niet. We kunnen een slak ook doden daar zo. Maar wacht even. Weet je... Weet je, Lars, waar ben jij? Ja. Ik ben bij een groot eiland met iemand van steen. Oh, ben jij... We gaan die Hellgate openmaken. Kan ik het ook doen, of niet? Nee, we kunnen het niet doen, hij heeft te powerful. Hij ging met 2 shotten met...
Met, en ik had full steel armor. Nee, hij twee shotte je niet. Hij één tapte jou. Hij tikte één keer tegen je aan met die knuppel en toen werd je dood. Dat was geen twee hits. Hij kwam opeens achter je. Weet je, Lars? Ik weet niet waarom, maar ik zie een grote steen vallen. Weet je, Lars? Ik ben zo verdrietig. Omdat ik olifant in het bos kwijt ben. Gaan we stoppen of niet? Als eerst, ik wil die totempapon maken van hem. Ik ga hem ook nog met de steen kapot maken op video. Ik zal hem leren. Ik accepteer dat mensen zo zijn. Ik niet, ik vind het niet leuk. Oh, ik ga zijn kist kapot maken. Jij wel met iedereen vermoorden die je zag? Nee. Shababadet. Als je naar deel 1 kijkt, dan was ik... Dat was nep. Ik zie iemand met god armor. Oké, ik ben een van de kisten kapot aan het maken. Moet ik hiervoor een weet je, ik ga hier zo gewoon voor een iron. Ik heb net niet genoeg. Is hier zo wat. Ik moet er eentje blijven zitten. Ik hoop, zit er überhaupt wat in, denk je? Wacht, kan ik er doorheen kijken? Zit hier dus niets in? Ik ga met de man met god armor binnen de rivier. In een waterval. Oh, met die lichtgevende water. Met die gouden lichtgevende armor. Ja, dat is god armor. Echt? Ja, zo heet het. Je kan het krijgen als je K drukt. Ik heb anti-god. Deze totem dat geeft ze god armor. Wel, weet ik veel. Maar er staat anti-god ofzo. Geeft hem kracht, denk ik. Weet ik veel. Ik verzin dat gewoon. Wacht. Kan ik niet gewoon zo doen? Ik ben op de vliegende kant. Wat zei? Waar ben je? Op een vliegende eiland. Weet je, ja. Weet je, ik word hier moe van. Nu weet ik waar al die troep vandaan komt. Waarvan? Deze guy. Hij heeft torens van. Ik zie hier een hart. Ik heb een nieuwe hart. En ik zie hier berries. En dus hier zie ik wat kamp. Campfire rumble. Ik kan niet zo even wat er maken. Wat? Wow, rumble. Weet je, ik denk überhaupt niet eens dat ik sterk genoeg ben, maar ik... Man. Weet je, Lars? Ik geef op. Ja. Ja, hetzelfde. Zullen we gewoon even de video eindigen? Ik ben verdwaald. Ja, ben je in de god?
Ja. Ben je beneden. Volgens mij ben je in dezelfde grot waar ik was. Als je gewoon een pad volgt, rechtdoor blijft gaan voor 5 minuten lang, dan kom je eruit. Oké. Okay. Ik wil de video namelijk samen afsluiten. Ik kom naar je toe als het nodig is. Ik ben grot beneden. Beneden. Oh, wacht, ik heb uitgang. Beneden vliegende eilanden. Oké, beneden het vliegende eiland ook. En ik zit. Welk vliegende eiland eigenlijk? Welk van de drie? Hoe? Raw iron. Altijd. Weet je, ik... Lars, ik ga echt... Lars, ik ga echt... Zie je echt geen vliegende eilanden? Welke? Nee, ja? Ik zie hier meerdere. Nee, ik moet echt weg. Mijn vader is er. Oké, doei. Dit was... Doei. Dit was Stranded met Roblox Stranded met Lars, deel 3. En dit is het einde. Tot deel 4. Doei!